aftreden wethouder Viers verwacht. Het Orgelplein al jaren een hoofdpijndossier. En bouwstart van de parkeergarage bij het Vredesplein. De verwachting is dat wethouder Viers opstapt. Op haar verzoek is er vanavond een spoedvergadering op het stadhuis. Ze heeft actuele informatie waarover ze een verklaring wil afleggen. Het lijkt erop dat dat te maken heeft met de verhuizing van woonwagens naar het Orgelplein in Tongeren. Vrijdagavond werd de verhuizing van een woonwagen nog op het laatste moment stilgelegd. En 2 weken geleden lag ze in de gemeenteraad al onder vuur over de kwestie. Want bij de verhuizing is de gemeente voor zeker €1 miljoen opgelicht. Wij misten absoluut enige vorm van reflectie op het eigen functioneren. Zij heeft het in onze beleving te koel en zakelijk aangepakt. En dat maakt het dan voor ons wel heel erg moeilijk om nog begrip te blijven tonen. Woonwagenkamp dossier is geen eenvoudig dossier. Ook al zijn er heel veel mensen van goede wil op de woonwagenkampen. Er gaan te veel dingen fout. En dat had een wethouder die een beetje van de wereld is ook best kunnen weten. Je weet als je hier aan begint, woonwagenbewoners met intimidatieachtergronden. En dan zo omgaan met financiën. Nou, dan denk ik, je hebt het echt niet begrepen. De voltallige oppositie eiste dus haar vertrek. Maar ze mocht aanblijven, want de coalitiepartijen PvdA, VVD, GroenLinks en D66 steunden haar. Maar dat ging niet van een leien dakje, want ook de VVD had twijfels over haar positie. De wethouder zich realiseerde dat het niet allemaal goed gegaan is en dat zij daar zelf ook fouten in gemaakt heeft. Die zelfreflectie die misten wij tot dan toe nog een beetje. Voor ons is dat heel belangrijk dat als je een verbeteringsproces in wilt zetten, dat je jezelf daar ook bij moet meenemen, want je bent onderdeel van dat verbeteringsproces. Het feit dat dat gebeurt is voor ons voldoende om de overwegingen die wij hadden om eventueel te zeggen dat de wethouder niet zou voldoen, om die van tafel te halen. Later vanavond legt Viers dus een verklaring af, waarop ze mogelijk haar aftreden bekend maakt.